Nou heb je dus die kate. Je hebt uh, de cementmolens. Uh, je staat daar in je bouwvakkerskleding met helm op. Sta je daar uh, op de bouwplaats uh, te bakken en te verkopen? Hartstikke leuk. Ik zie het helemaal voor me. En ik heb het ook gewoon gezien trouwens. Maar. Um, ja, dan heb je een vliegende start. Maar wat was nou het lastigste wat je waar je bent tegengekomen als je toen je van ZZP'er naar ondernemer bent gegaan? Ja, het is inderdaad, uh, nou ja, wat je al, al in het begin aangaf, je, je, je moet een stukje investeren. Hm. Uh, en dat doe je altijd tot aan je laatste centje, zeg ik maar ja, zo. Zeker. En uh, soms er voorbij. Ja, en soms er net even iets voorbij, inderdaad. Uh, en dan is het zover. Dan denk je, nu gaat het gebeuren. Uh, en dat gebeurde niet. Hij bleef twee maanden dood en doodstil. Nou ja, dat zijn hele lastige maanden. Want je twijfelt aan je concept, je twijfelt aan jezelf. Uh, dan zijn er wat familieleden of wat kennissen die zeggen: Nou, Henk, uh, kom maar bij mij. Uh, want wij hebben op ons bedrijf nog een leuk feestje. En die mag jij dan keteren. En dan krijg je een beetje de gunfactor. Ja. Nou, daar ga je naartoe en dan doe je je ding. En je hoort niet anders een succesverhalen. Maar de volgende dag zit je wel gewoon weer thuis te wachten. Op dat alles verlossende telefoontje. Jongens, wanneer gaat het nou beginnen? Uh, nou ja, het fijne daarin was het reclamebureau waar ik binnenstapte. Die, uh, die jongen straalde heel veel vertrouwen uit naar mij. En die zei, Henk, uiteindelijk komt het echt goed. Uh, we hebben vervolgens een bureau gezocht hier in Ede. En die heeft voor ons een persbericht ge gemaakt. Mm -hmm. uh, die is verspreid naar, ik geloof, naar 150 uh, kranten, radiostations, televisiekanalen. Uh, noem het maar op. Uh, en toen bleef het nog een paar dagen stil, omdat het weekend was. En toen zei de jongen van het reclamebureau, Henk, zorg dat je maandag een volle telefoon hebt. Uh, en toen werd het maandag. En toen inderdaad ging die telefoon. Uh, en toen kwam de loop erin, zeg maar. Oh. Uh, die tussenperiode was echt super lastig. Maar die maandag dat mijn telefoon begon. Ik had ochtends om half negen werd ik gebeld door TV Gelderland, Radio Gelderland. En die zei, Henk, we hebben uh, een bericht ontvangen. En we willen graag een column wijden aan jou. Want we vinden het fantastisch. We willen je komen filmen. En we willen je op de radio. Nou, dat was natuurlijk... Ik denk, oh yes, nu gaat het gebeuren. Radio is het, hè? Radio ja. is het helemaal, Jan, <laughs> inderdaad. <laughs> dus nee, dat was geweldig. Uh, een dag later werd ik gebeld door Hart van Nederland. Uh, Ook al? Ja, daar klapte ik alleen vol gas van dicht. Die wouden direct langskomen, maar ik durfde niet. Ik vond het allemaal veel te spannend. Ja. Radio is net wat makkelijker in dit geval. Ja. Uh, dus dat heb ik niet gedaan. Maar TV Gelderland is uiteindelijk wel geweest. Uh, radio Gelderland is geweest. Uh, ik ben op uh, Goedemorgen Gelderland geweest. Nou ja, goed, allerlei leuke kanalen. Uh, er zijn bouwbedrijven die hun een column uh, aan me hebben gewijd. Uh, dus er gebeurde een heleboel. Maar toen het allemaal klaar was, uh, viel het weer stil. Nou, toen sloeg de angst echt toe. Toen dacht ik, ja, Henk, je hebt nu zoveel uh, gesprekken gevoerd. Je hebt zoveel genetwerkt. Voor mm -hmm. mijn gevoel had ik alles aan gedaan. Ja. En nu moest en zou het gaan gebeuren. Uh, waar ik alleen totaal niet bijna was, was dat het op dat moment pas februari, maart was. De rustige periode yeah. voor de horeca. Uh, maar ja, daar, heb je geen, hè, daar denk je totaal niet bij op het moment nee. dat je je portemonnee volledig op de kop hebt gehad. En denk, ja, nu is het op, nu moet het komen. Uh, en het komt niet, zeg maar. Nou ja, goed, ik heb die periode echt als heel lastig uh, ervaren. Uh, waarom? Je hebt het nog nooit gedaan. Uh, er zijn heel veel ondernemers om je heen die op die momenten spreken. Die zeggen, ja, maar Henk, het komt wel. Maak je geen zorgen, want wat je doet is goed. We hebben je gezien. Je marketing klopt, alles is voor elkaar. Maar goed, op het moment dat dat niet daar is, ja, dan is dat heel erg spannend. Ik, uh, ik zie het helemaal voor me. En uh, ik vind het wel geweldig dat je het doorgezet hebt. En uh, het is het komt allemaal goed, inderdaad.